Robin, tegenover jou woont een man alleen die met niemand contact lijkt te hebben. Toen laatst jouw voetbal in zijn tuin belandde, schopte hij die professioneel weg. Maar toen jij hem uitdaagde om met jou te voetballen, rende hij paniekerig en raar, wapperend met zijn armen zijn huis in. Het is nu vakantie en jij verveelt je te pletter, want al je vriendjes zijn weg. En jij wil doen wat je het liefste doet, voetballen. En dan besluit je toch om deze wat gekke buurman te vragen of hij met jou wil voetballen. Yannick, jij bent die man. Slim en een beetje autistisch. Wil je een potje voetballen? Wie ben jij? Ik woon tegenover je. Oh. Hij moet even plassen. Maar er zit geen hond aan. Maar er zit geen hond aan. Gaat het wel? Ja, gaat het met jou? Ja, maar ben wel goed. Even in de thee dopen, zo. Wil je het echt? Ja. Oké. Okay. Wat is er met jou? Niks. Gaat het goed? Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed. Waar zijn je vrienden dan? Wat zeg je? Ze zijn allemaal weg. Oh. Heb jij wel vrienden? Hè? Heb jij wel vrienden? Ja. Wie dan? Die hond die je net zag. Kom, we gingen voetballen. Ik hoef eigenlijk niet te voetballen. Waarom niet? Ik ben hartstikke lief. Ja, maar... Wil je met mij voetballen? Liever niet. Waarom niet? Je bent een beetje... Nee. Ik ben helemaal niet een beetje... Jij bent een beetje... Wat is die band op je hoofd? Wat zijn die banden om je armen? Dat is allemaal afluisterapparatuur, hè? Ik wil alleen met je potje voetballen. Oké. Ik had toch wel normaal gedragen tegen mij? Ja, kan ik wel. Kom, we gaan voetballen dan. Maar waarom doe je dan net zo raar? Ik doe niet raar. Waarom heb je die handschoentjes aan? Omdat ik smetvrees heb. Waarom heb je die rare jas, die rare sjaal? Omdat het regende net. Het is hartstikke zomer. Ja. Dus? Sorry, ik was er niet op berekend dat ik bezoek kreeg. Je bent de eerste in 14 jaar die aanbelt. Vind je het gek dat ik het een beetje eng vind? De laatste keer dat iemand aanbelde, bestond jij nog niet. Hoe oud ben jij? 12. 12, nou, dat bedoel ik. Maar... Waarom wil je met mij voetballen? Omdat hier niemand is. En ik dacht... Ik ben er toch? Meneer, ik vind je heel aardig of zo, maar... Kan je normaal tegen mij doen? Ik moet je eerlijk bekennen dat ik het niet zo heel fijn vind dat er voor het eerst in 14 jaar wordt aangebeld en iemand dan alleen maar tegen mij zegt dat ik niet normaal ben. Ja, maar je moet blij zijn dat iemand in 14 jaar een keer aanspreekt. Jij moet niet zo bij de hand doen tegen mij, jongen. Of ik neem je mee naar binnen en laat je opeten door mijn hond. Pak die bal nou maar. Doe normaal tegen mij. Ja, maar zeg even wat normaal is. Je kan niet altijd zeggen dat ik normaal moet doen. Blijkbaar weet ik dat niet. Ik vind het hartstikke normaal. Doe die handschoentjes uit. Ho, 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 ho! Niet zomaar aan me zitten. Doe hem uit. We gaan nu voetballen, maar ik heb geen zin in de hele tijd te horen... Leg dat stokje weg. Doe die rare sjaal uit. Ik heb helemaal geen sjaal om. Oh, ik heb wel een sjaal. Sorry. Doe die jas uit, het is hartstikke warm. Oké. Waarom komt er eigenlijk niemand bij jou? Behalve ik dan. Iedereen vindt me raar. Snap ik. Wil je mijn beste vriend zijn? We kunnen het langzaam opbouwen. Oké, wat gaan we doen dan? Wat heb je in lange tijd niet meer gedaan? Ik heb lang niet meer gedoucht. Maar ik denk niet dat we dat samen kunnen doen. Nee, dat is een beetje. Ik heb lang niet meer gevoetbald. Nou. Ik heb een snoepje van lang geleden. Wil je die hebben? Doe nou snoep. Ik probeer iets aardigs te doen. Wil je een snoepje hebben? Wil je iets eten? Ja, oké. Ik vind het heel aardig dat je dit geeft, maar het is niet zo... Heb jij wel vriendjes? Niet heel veel. Want ik kijk wel eens uit het raam. Ja. En dan zie ik jou altijd in je eentje tegen de muur schieten. Nou, muur is geen vriend, dat weet ik zelfs ik. Maar als we nou eens afspreken dat we gewoon elke week samen gaan voetballen. Ja. En als je af en toe mijn hond uitlaat... Oké, tot hier.